Zoals jullie achter mij kunnen zien, zijn we op de nieuwe markt in Tsjechië. Waar we dus 2 jaar geleden ongeveer ook zijn geweest. Toen lagen er gewoon Shells, Cobra's, alles open in beeld. Ik ben benieuwd of dat nu ook het geval zal zijn. Dus we gaan jullie zo meteen even meenemen naar wat ze hier allemaal hebben. We gaan gewoon op zoek naar vuurwerk. We gaan zeker ook wat kopen en afsteken. Het allereerste wat ik wil zien is gewoon Shells in het openbaar, toch? Ben benieuwd. Kijk hoeveel vuurwerk daar ligt, jongens. Daar kopen we voor. Mooi vuur. Goeie werkie. Firewerkie. Kom hier. Kom hier. Kopen? Ja. Kijk dan. Ja, goed ja. Bum bum. Mooie producten, hè? Meer cakes hier in ieder geval. En heb je dat blauw daarachter? Blauw kreppapier weer. Doem doem. Die grote pijlen inderdaad. Zo, inderdaad. Ziek, hè? Kijk, en deze had ik misschien al willen kopen. Wieveel kost dat? Wieveel? 120. 120? Zo, dat is wel duur. Super! Toppie koega! Nou, weet je. Oké, nice om te zien, man. Zoals jullie achter mij kunnen zien, zijn we hier dus op de markt. Op een soort van deurtje die open ging. En dan komen we ineens bij al dit vuurwerk. Laten we maar even gaan kijken wat ze precies hebben. Hier ligt veel knal. Waaronder Dum Bum. 5 euro voor een pakje. Nee, maar het zijn niet normale Dum Bums, volgens mij. Nee, kijk, dit zijn... volgens mij... Ja. Het lijkt er meer op. Oké. Okay. Wat is dit, joh? Oh ja, matjes. FP3. Oude vertrouwde. Nou, hier hebben ze dus veel meer dan wat jullie eerder hebben gezien. Waaronder deze grote blokken. Maar ook meer dan dat je nu ziet. Precies. Toch moet je kijken naar deze bijvoorbeeld, die pijlen. Kijk, je kan hier echt uitkiezen wat we kunnen stoken, man. Daarom zei ik van, dit is eigenlijk een veel betere markt om te kopen dan de markt waar we eerder waren. Hier hebben ze gewoon echt alles. Het is een soort bunker dit. Hallo, wat is dit? Kennen deze pijlen bijvoorbeeld? Bizar, hè? Grotere pijlen. Is dit nou weer zo'n 50 mm voor 100 euro? Maar wel. Want dan hebben wij in eerdere video's hebben jullie kunnen zien dat we voor 65 zo'n 1 konden krijgen. Ja, maar het kan ook zijn, het ligt ook weer net aan het effect en dat soort dingen. Daar heb je gelijk in. De grammen. Deze pijlen. 85 euro wel voor die pijlen, man. De winkel achter mij, jongens, heeft het meeste vuurwerk daarachter. Daar waren we dus 2 jaar geleden ook. Alleen is het wel moeilijker om hier te filmen. De laatste keer konden we gewoon alles filmen bij de kassa en zo. Maar nu is het heel moeilijk. Gaat er een deurtje open en dan zit ze echt te kijken. Als we een camera meenemen, mag je niet filmen. Maar Shells hebben ze. Ze hebben grotere blokken. Ze hebben gewoon alles. Ook Shell buizen en zo. Maar dat kunnen we misschien wel op beeld gaan krijgen voor jullie. Maar niet zo meer als de vorige keer. Nou, jongens, zoals jullie zien, Cobra's te koop. Nog meer Cobra's. Nou, hoe toe ben je, hoor. Sorry? Niet goed. Ja. Kleine probleem? Die goed. Zeer goed. Die is wel goed. Oh, die is nog meer bit. Bessen. F4, jongens, zoals jullie kunnen zien. Maar deze, kijk hoe groot deze is. Hoe bizar is dat? Maar moet je kijken, cameraman, wat erop staat. 200 gram deze. Dum Dum knallers. Maar ik denk dat deze wel even meegaat om zo meteen even te stoken. Die Cobra's. Ik heb gewoon veel te weinig ruimte hier eigenlijk. Hier is die kleine ook te koop. Hallo vrouw, kom hier. En het gekke is dus dat we alles gewoon mogen filmen voor jullie hier. Alles wat F4 is, Cobra's, die grote number one van 200 gram. Bizar. Die gaan we natuurlijk niet afsteken of kopen, want in mijn optiek is dat geen vuurwerk meer, die number one. Van jou? Het is gewoon geen vuurwerk toch? Nee. Te noemen. Als het daarmee misgaat, dan heb je echt een heel groot probleem. Het is eigenlijk een soort van dezelfde markt als dat we in eerdere video's zagen, zoals Polen en in Tsjechië. Kijk, daar ligt dan een paar pakjes knal. En waarschijnlijk gaat er dan ook weer iets open of zo, waar ze dan weer wat hebben. Eerste aankoop is binnen, jongens. Dum Bum 5G. Vind ik een van de betere knallers, al zijn ze bijna niet meer te koop. Maar we hebben dus aan jullie net laten zien dat je dus daar ook gewoon Cobra's te koop hebt. Van die number one, die grotere knallers. Cobra Ultimate, al die neppe dingen. Dat kan je dus allemaal gewoon nog te kopen. Dat kon ook op de andere markt, maar hier mochten we gewoon filmen. Hoe bizar is dat?
Het begint wel een beetje met regenen, dus dat is wel minder. Pijlen liggen alweer in het zicht. Ja? Ja, nou. Elke winkel hier heeft een soort van hetzelfde soort assortiment. Qua vuurwerk, maar ook andere dingen. En dan zie je ineens een paar pakjes vuurwerk liggen. Echt bizar. Nou jongens, we zijn weer bij de volgende boutique gekomen. Kijken wat hier ligt. Hij zegt dat hij nog meer heeft. En groter. Deze kost 16 euro. Hoeveel inch? 4 inch. Kijk, staat weer die LC op, hè? Mm-hmm. Wat is dat? Ga je weg, ja? Nee. Ja. Oh. Hier liggen ze. Ik heb vijf weg naar. Vroeger bommen, ja? Vroeger bommen, mooi. Ja? Mooi. Schön. Schön. Sehr schön. Oké, okay, neem. Wie veel kost dat? 25, ja? Voor mij. Wat dan weet jij? Deze. Kom maar aan. Ultimate. Kom maar aan mij. Kom maar aan mij. Oder Cobra 9. Oh ja, Cobra. Die zit er 9. Ja, dat is een 9. Oké, okay, ja? Is dat origineel? Origineel. Oh ja, 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 origineel. Showkit? Ja, hier. Hey, dat zou wel dik zijn, man, van Parra. Echt Google. Google. Kleine. Kleine, ja. Dat goed. Swipstick. Hoeveel kost dat? Een 35. 35. Swipstick. Uh-huh. Zwerf komt zo goed zo. Hallo. Oder fein. Ja, fein jou. Oh, dank je. 6 inch, 5 inch. Mag ik aan het? Oké. Okay. Okay. Sick man. Ja man. Even lampje. Nou jongens, hier is weer een kartonnetje met shells. 3 inch, 2? Twee, hè? Twee, denk ik. 2,5. 2,5, ja. Is dat draai? Ja. Dat is klein voor 3, hè? 3 is 3. Ja, dat is klein. Oh, dan nog brossen, ja? Een koeken. Ja. Zo. Dit is, denk ik, 4. Dat moet wel 4 zijn. Oh ja, hier. Zo zie je maar weer jongens, die grote even weg. Hele dozen met shells. Maar dit is geen classic of zo, man. Dit is wel een eigen merk. Geen Lidu. Nee, die had toch altijd zo'n gekke... Dit kan wel eens Lidu zijn. Dat weet jij wel. Werden we nog even naar zo'n achterafstuk gebracht. Shells, alles had hij, 6 inch. En die hebben we wel kunnen filmen. Hoe bizar is dat? Dat we gewoon even nog aan het einde van deze video nog even een winkel worden ingetrokken. In ieder geval, jullie hebben het kunnen zien. Een paar jaar geleden was het makkelijk om die shells gewoon te zien in het openbaar met een camera erbij. Het is nu allemaal wat moeilijker geworden. Ik hoop dat jullie dit alsnog een leuke video vonden. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie ons morgen weer bij een nieuwe video. Later.